Oké, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het goede nieuws natuurlijk. Ik heb 3,5 miljoen coins. Dat is echt super sick. Ik had zelfs 4 miljoen coins ongeveer. Maar ik heb SBC's gedaan die we zo meteen gaan voltooien. Waardoor ik weer allemaal coins kwijt ben geraakt. Maar waarom ik zoveel coins heb en nu komt ook het slechte nieuws. Is dat ik al mijn goede spelers heb verkocht. Als we naar mijn transfermarkt gaan, dan zien jullie het. Zoveel goede spelers zijn weg. Maar ja, het moest wel. Want ik wil natuurlijk een nieuwe starten. Nieuwe serie starten met Liverpool spelers. En daarvoor heb ik gewoon coins nodig. Maar voorlopig hebben we zat coins. En er gaan alleen nog maar meer bij komen. Want we gaan ziek veel packs openen. Vandaag weer. En met komende seasons. Team of the seasons ook weer. Dus dat gaat zo nice worden. En als jullie zin hebben in deze video. Smash al dat duimpje omhoog. Zouden we gewoon de 3000 likes kunnen halen. Dat zou super awesome zijn. Een keer de 3000 likes. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb 11 packs klaarstaan. Daaronder zit ook gegarandeerd een Premier League Team of the Season pack. En nog allemaal andere packs. En we hebben ook nog een Squad Builder Challenge klaarstaan die ik ga voltooien. En dat is namelijk de Firmino Flashback. En ik dacht, ja, als ik een Liverpool serie ga beginnen, dan moet ik deze gewoon voltooien. Hij is 93 en ziekelijk pro. Hij heeft 4 stats volgens mij 90 plus of 5 stats zelfs. In ieder geval, hij is echt beast. Ik heb het team al klaarstaan, dus we kunnen hem zo inruilen. En dan kunnen we Firmino vrijspelen. Hij is echt geniaal pro. Maar dit kostte mij wel ongeveer 700.000 coins. Dus daarom ben ik weer wat coins verloren. Want ik zat eerst over de 4 miljoen. Dat is helemaal ziek. 4 miljoen coins. Echt heel ziek. En verdedigen kan hij op zich ook nog wel. Alleen denk ik hem wel dat ik hem ga gebruiken als spit. Want je hebt niet echt een andere goede spits die je kan gebruiken. En op het middenveld heb je wel wat andere spelers. Maar misschien ook als centraal aanvallende middenveld. Dat is wel, ja, dat zie ik in de toekomst wel. Voorlopig, als ik die nieuwe serie ga beginnen, kan ik hem toch nog niet in mijn team stoppen. Omdat hij natuurlijk qua rating wel hoog is. Maar ik moest hem nu alvast halen. Want natuurlijk, over een paar dagen is hij er niet meer. Dus dan moet ik alvast in het verloren werken. Maar we gaan nu alle packs openen die we nu hebben. Daar zitten echt hele grote packs tussen. Ik zal ze wel even aan jullie laten zien. Goud topspelerspakket, daar heb ik er 2 van. En verder hebben we eigenlijk alleen maar grote packs. Megapakket en dan op het eind ook nog zo'n Team of the Season pack. Maar ik ga er eigenlijk al vanuit dat we in één van deze gewone packs ook al wel een Team of the Season weten te krijgen. Want er zitten zoveel goede packs tussen. Dat kan haast niet anders. Ik ga deze video trouwens geen FIFA-punten uitgeven. Dus dit zijn alleen maar packs die ik heb gekregen door Squad Builder Challenges te doen. En ook door, volgens mij, door mijn rewards die ik heb gekregen. Volgens mij zijn de megapacks daarvan. Maar hoe dan ook, het kan toch niet anders dat we een Team of the Season gaan krijgen. Ik heb ook een mooie blauwe trui of vest aangetrokken. Ik dacht, weet je, dat helpt. Dat brengt geluk. In ieder geval, dat hoop ik. We beginnen helaas niet al te best Savic. Nee, dat is niet een Team of the Season. En dat is ook niet de speler waar ik naar op zoek ben. Het is wel een beetje traag FIFA vandaag. Ik snap niet helemaal hoe dat komt. Dit sturen we allemaal naar de transfermarkt. Dit discard. Ik kan trouwens beter mijn transfermarkt weer even leegmaken. Dan hebben we weer iets meer ruimte. Want ik weet zeker dat hij weer helemaal vol komt te zitten met alle packs die ik nu natuurlijk nog te gaan heb. Dus dan gaan we dat even doen. En dan moeten we nu officieel afscheid nemen van al mijn goede spelers. Doei! Oké, die zijn nu ondertussen allemaal weg. Dan hebben we nu weer iets meer ruimte. Maar we gaan verder met packs openen. En dit is echt niet normaal. Vandaag is FIFA echt lang aan het laden met alles. Om packs te openen nu weer. Normaal is het gewoon klik, boom, open. Nu moet hij gewoon de hele tijd laden. Nou, pack wordt eindelijk geopend. Helaas geen walkout. Nou, dan weet je natuurlijk ook dat het geen Team of the Season gaat worden. Maar op zich is 85 rated Benzema dan nog best wel prima. Voor een niet walkout heb ik daar niks over te klagen. Want meestal is walkout vanaf 86. Dus ik ben hier wel tevreden mee. Iets meer dan 10.000 coins. Chill meegenomen. Nou, volgende pack. En helaas weer geen walkout. Dit was zo'n klein spelerspakket. Volgens mij kreeg ik daar vorige keer wel een walkout out. Maar we krijgen in ieder geval een inform. En wie is dit? Ik heb serieus geen idee. 82 Petersen. Maar het is beter dan helemaal niks. Zo'n inform kan je natuurlijk altijd discarden voor 10.000 coins. Dus in dat opzicht is het wel chill. En nog Mandzukic 84. Hij is net iets boven discard. Dus ik stuur hem wel naar de transfermarkt. Op zich prima pakketje. Zeker niks over te klagen. Maar weet je wat? Ik ga nu even FIFA Ultimate Team opnieuw opstarten. Want dit duurt echt niet normaal lang. Alles is gewoon traag. Dus ik hoop als ik het opnieuw heb opgestart dat het even wat sneller gaat. Nou, oké. Het heeft niet geholpen om FIFA Ultimate Team opnieuw op te starten. Dus het is nog steeds ontiegelijk traag. Maar we hebben een Team of the Season. Maar het was niet eens een walkout. Dus dan kan het sowieso geen goede zijn. Maar het is in ieder geval een Team of the Season. Dus dat is nice. Dan hebben we nu al 2 special cards gekregen. Weet je, als het niet eens een Team of the Season walkout is, dan weet je al dat het prut is. En dit is inderdaad ook niet al te best. Maar ik ben benieuwd hoeveel die verkoopt. Misschien door SBC's is die nog wel iets waard.
Nee, toch niet. Ik dacht eerst 60.000, maar dat is hier absoluut niet waard. Ik kan hem net goed discarden. Dus dan gaan we dat ook maar gewoon doen. Want verkopen, nou, dan krijg je er misschien 500 coins meer voor. Dat vind ik niet de moeite waard, om eerlijk te zijn. Nou, volgende pack. Dit was zo'n zeldzaam megapakket met 12 items. Allemaal zeldzaam, maar helaas weer geen walkout. Wel weer een inform. Dit is al de derde special card van deze video. En dit is weer dezelfde inform die we net ook kregen. Petersen, ja. Nou, weet je, niks te klagen. Het is prima. Weet je, het gaat voor me vooral om de Premier League team of the season. Die we zo meteen gaan krijgen. Maar trouwens, uit de 50k pack valt er dan toch nog redelijk tegen. Ja, dan hoop je toch op net iets beter. En ik moet ondertussen zo lang wachten bij al die packs. Dat is echt niet normaal. Ja, ik knip het eruit. Maar het is echt ziek frustrerend hoe traag die bij is. Wat is dit hier? En het duurde even, maar de volgende pack is weer geopend. Geen walkout. Nou, dan skip ik hem maar. En dan hoop ik, doordat ik hem skip, dat er dan toch nog even iets te goed voor komt. Nee, toch niet. Oh, dit is trouwens non-tradable. Oh ja, die 35k packs zijn non-tradable. Dat zijn rewards die ik heb gekregen. Maar ja, dat vind ik ook niet heel erg. Die spelers kan ik natuurlijk altijd gebruiken voor SBC's en dat soort dingen. Dus mocht ik hier een team of the season in krijgen, vind ik dat natuurlijk alsnog niet erg. Nou, volgende 35k pack is ook weer niet al te best. Wel wat coins. Dat is dan wel weer chill meegenomen. Aangezien ze non-tradable zijn, is het dan toch fijn dat je 1500 coins krijgt. Maar we hebben nog twee non-tradable packs te gaan. Dan hebben we nog een zeldzaam megapakket en volgens mij nog een ander pakket. Maar dan hebben we weer even geduld voor nodig. Ja, dan heb ik nog een zeldzaam megapakket, premium Electrum spelers pakket. Die twee zijn tradable en deze is dan weer non-tradable. Dus we gaan sowieso nog wel even iets goeds krijgen. Maar de vraag is, wat gaan we krijgen? Ja, weet je, uit die team of the season pack sowieso Premier League team of the season. Dan kan je eigenlijk geen slechte krijgen, want je hebt zoveel goeie. Maar kom op, open die... Dit is echt ziek frustrerend. Hé, daar gaat hij eindelijk. Laat het een zwarte ondergrond zijn. Nope, dan skip ik hem maar weer. Rood 3 gewoon. Ah ja, 84 heet het. Gaat ermee door. Snel door naar het volgende gratis pakketje. Nou, dit is de laatste non-tradable 35k pack. Het is geen eens een border. Oké, dan skip ik hem maar weer. Weet je, die non-tradable packs waren niet al te best. Maar ja, aan de andere kant, je krijgt ze ook gewoon gratis. Dus je hoeft er ook eigenlijk niks voor te doen. Een paar potjes spelen en je hebt al 4 van die 35k packs. Ja, dan wel non-tradable. Wil je ze tradable hebben, krijg je er 2. Maar meestal doe ik non-tradable. Want die spelers kan ik dan volgens mij heel goed gebruiken voor SBC's en zo. Dus daarom doe ik het meestal op deze manier. Maar we hebben nu nog 3 packs te gaan en dit zijn de grote packs. Nou, deze valt trouwens wel mee. Ik zal eerst deze openen. Daarna doen we die zeldzaam megapakket en daarna de Premier League pack. Oh, ik ben erg benieuwd wie ik ga krijgen. Ik hoop echt op een Liverpool team of the season, want die kan ik heel goed gebruiken. Maar ja, Aguero of zo, of Hazard zou ook zeker niet verkeerd zijn. Maar eerst dit pakketje. Helaas geen walkout. Is dit wel een border? Nee, ook niet. Nou, dan skippen we hem snel en dan gaan we door naar het laatste, één na laatste pakketje, 55k pack. Ja hoor, daar gaat hij eindelijk. Het duurde echt serieus een half uur voordat hij ging openen. Maar er zit helaas geen walkout in. We hebben wel 2 informs pack en een team of the season. Maar het waren allemaal geen walkouts. En dit is ook niet eens een walkout. Ook zo'n 55k pakket verwacht je toch iets beters. Maar het kan natuurlijk allemaal in één keer helemaal goed komen. Het hangt er helemaal vanaf welke spelen we zo meteen gaan krijgen. Uit natuurlijk die pack. Uit die team of the season pack. Oh, en dan is het moment nu aangebroken. Let's go. Ja, het kan misschien nog eventjes duren voordat hij geopend wordt. Maar ik heb nu in ieder geval geklikt. En dan boem, komt hij zo meteen tevoorschijn. Als hij gaat beginnen, dan doe ik mijn ogen dicht. En dan doe ik mijn ogen open dan in 10 seconden. Dan maak ik het voor mezelf net iets spannender. Voor jullie niet, want jullie zien gewoon welke speler ik krijg. Maar voor mezelf maak ik het net iets spannender. En eindelijk opent hij. Dus dan ga ik nu mijn ogen gewoon dicht doen. Het is een walkout, dat heb ik wel gezien. Maar dat is natuurlijk compleet logisch. Want je kan geen Premier League team of the season krijgen volgens mij die geen walkout is. Maar ik hoop echt als ik mijn ogen open doe dat het Salah zou heel chill zijn. Maar nee, maar eigenlijk alles goed, boven de 90 is dikke prima. Maar ik doe mijn ogen open in 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en... Oh, nice! Eriksen! Oké, dit is niet een natuurlijk Liverpool speler. Maar Eriksen is wel ziek overpowered. Volgens mij is dat ook een van de waardevolste. Hij is tweebenig. Hij is ziek pro. Want ja, ik weet dat hij tweebenig is. Ja, dat is echt niet normaal chill. Hij is snelheid, schieten, pasen, dribbelen. Verdedigen ook nog wel een beetje. Want hij kan wel een beetje onderscheppen. Het is niet dat hij heel noob daarin is. En fysiek heeft hij ook gewoon. Ik ga kijken hoeveel die waard is. Dit is echt niet normaal. En deze SBC kost ongeveer 170.000. Dus ik heb Eriksen voor 170.000. What the fuck? Die kerel is echt pro. Hoeveel is die waard? Oké, hij is iets minder dan 1 miljoen. Maar dan alsnog heb ik natuurlijk wel heel veel winst gemaakt. Dit is echt nice, man.
Oké, het is niet natuurlijk de allerbeste. Salah was nog nicer geweest. Maar hier heb ik zeker nog niks over te klagen. Ik kijk nu een beetje naar de Premier League team of the season. Jij hebt nog wel een aantal betere, maar Eriksen, ik heb er zeker niks over te klagen. Dus dit is wel even een hele chille Premier League team of the season om te krijgen. Dat is wel non-tradable, maar die kan ik dan eventueel stoppen in mijn non-tradable team. Want ik heb natuurlijk nog wel een team met allemaal non-tradable spelers die ik in de loop van de tijd heb gekregen. En dit is nog ook zeker geen slecht team, hoor. Ik heb nog steeds vet veel goede spelers. Maar dan kan ik natuurlijk hier kan ik Eriksen toevoegen. En dan kan ik Firmino ook toe gaan voegen. Want die is natuurlijk ook non-tradable. Dan heb ik echt best wel een lijp team om eerlijk te zijn. Kijk, op deze manier linkt iedereen nog. Dan heb ik eigenlijk alleen nog een centraal verdediger nodig. En dan heb ik echt een bizar goed non-tradable team. Dat is echt niet normaal. Ja, dan moet ik alleen nog eens een verdediger krijgen. Dan heb ik echt een heel lijp team. Echt niet normaal. Dat ik dit gewoon in de loop van de tijd heb voor elkaar weten te krijgen. Ja, maar dat die centraal verdediger. Ja, ik weet niet of ik dit die binnenkort ga krijgen. Maar dat zien we vanzelf wel. Maar dit is echt niet normaal wat het team. En ik ben echt serieus blij met Eriksen. Want ik vind spelers die tweebenig zijn persoonlijk heel chill spelen. Laat maar weten. Eriksen is echt een beast. Maar dat was dit voor deze video. Wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ben echt blij met deze video. En ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Maar dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Boze Army. Let's go!